In de serie Je eigen droomvakantiehuis in Nederland is Natasja deze week in recreatiegebied Spaarnwoude, waar ze een chaletpark gaat ontdekken. Maar het verhaal begint in Amsterdam. Welkom vanaf het Amsterdamse Centraal Station, waar druk gebouwd wordt aan de nieuwe metrolijn. Vanaf hier vertrekt, en ik had er echt nog nooit van gehoord, de supersnelle draagvleugelboot. Via het Noordzeekanaal ben je in slechts 20 minuutjes aan de kust, in Velzen-Zuid. En dat is dus veel sneller dan met de auto. De fiets mag je gratis meenemen, maar die heb ik vandaag niet nodig. Dus ik zou zeggen, let's go! Hallo! Vanaf Velzen-Zuid ben je in no time in de duinen, aan het strand en in Haarlem. En hier is natuurlijk van alles te doen. Maar het staat ook bekend als Hofjesstad. Van de meer dan 40 hofjes die Haarlem ooit telde, zijn er nog ruim 20 over. Het hofje van Bakenes is het oudste nog bestaande hofje. Hofjes werden van de 13e tot en met de 19e eeuw gebouwd en waren bedoeld voor de huisvesting van hulpbehoevende ouderen. Naast de gezellige drukte van Haarlem kan je heerlijk tot rust komen in natuurgebied Spaarnwoude. Midden in de natuur, tegen Spaarnwoude aan, ligt Park Buitenhuizen van Droomparken. Het park is volop in ontwikkeling. Natasja bekijkt een chalet type split level. Nou, eerste indruk. Gezellig. Ze hebben het heel modern ingericht. Maar je kan natuurlijk het inrichten zoals je helemaal zelf wil. Helemaal zelf in te vullen. En ik heb begrepen dat je een rondje door het huis kan lopen. Dus dat gaan we natuurlijk even doen. Nou, de eerste slaapkamer. Ook ruimte voor een tweepersoonsbed natuurlijk. En heel veel ramen. Dat valt me sowieso op in dit chalet, dat het echt heel erg licht is. Aangrenzend de badkamer. Ook lekker luxe. Ja, ziet er goed uit. En natuurlijk de master bedroom. Ah. Oh, nog een deur. Nou, vanuit de slaapkamer naar het halletje. Wc, ook belangrijk. En dan ben je zo rondom weer in de huiskamer. Dit type chalet is verkrijgbaar vanaf 119.000 euro. Spaarnwoude, het recreatiegebied waar het park tegenaan ligt, is 3000 hectare groot en is een oase van groen, natuur en rust. Hier kan je tijdens het wandelen, fietsen of skileren genieten van het typisch Hollandse veenweidegebied. Zelfs skiën behoort tot de mogelijkheden in de nabijgelegen overdekte skibaan. Op het park zijn allerlei voorzieningen. Er is een gezellig café-restaurant in een voormalige boerenschuur. En een moderne wellness met alles erop en eraan. Nou Marco, dat is nog niet alles. Want als ik zo om me heen kijk, zijn jullie echt flink aan het bouwen, hè? We zijn het park echt aan het opknappen. Daarbij moet je denken aan de bouw van een nieuw zwembad. De wegen worden opnieuw aangelegd. We proberen echt het park weer op het niveau te krijgen voor de toekomst. En jullie hebben ook chalets voor de wat kleinere beurs. Ja, dat klopt. Zeker in deze fase waarin het park zich begeeft, kun je als aspirant koper zelfs nog invloed hebben op de keuze van de modellen en de inrichting. En we bieden ze op huurkavels aan, waardoor de drempel nog lager wordt. Een ander chalet is L'Avenir Nouveau, een iets kleiner type met eveneens twee slaapkamers, een badkamer en geleverd met keuken inclusief inbouwapparatuur en met stoffering en tuinaanleg. Dit chalet is verkrijgbaar vanaf 114.500 euro. De belangrijkste faciliteit is en blijft de ligging, met de zee op slechts 20 kilometer. En direct naast het park ligt de allergrootste openbare golfbaan van Europa. Met maar liefst 66 holes, verdeeld over 7 banen. Iedereen mag hier een balletje slaan. Woehoehoe! Wil je weten waar ik over heb gedroomd? Ga dan naar housevision.nl.